De Stellendamse beroepsvissers zijn het helemaal zat. De vissersvloot wordt steeds strenger gecontroleerd. Maar de milieubeweging zou hen blijven beschuldigen van het leegvissen van de Noordzee. Greenpeace heeft ons in een slecht daglicht gezet, denken ze. Ze zijn allemaal, ja, vernietigers van de zee. Wereldwijd is er een probleem. Maar als je kijkt naar de Nederlandse situatie, de Noordzee zit vol met vis. Om het certificaat te houden laten de Stellendamse vissers zich nu extra streng controleren. Op naleving van de vangstbeperking. Maar ook op zaken als hygiëne en de vangstverwerking. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Ja, u gaat ook steekproeven krijgen, hè? Ja. Ja, van de week uit nog regelmatig controle had van collega's dan, mij 2 weken terug. Op de Scheveningse visafslag wordt voorlopig koeltjes gereageerd op het certificaat verantwoordelijk vissen. De handel die hier zit, die koopt vis op prijs- en kwaliteitsniveau. En als het kwaliteitsniveau goed is, dan wordt meer geld geboden. Alleen, ja, degene die het eindproduct maakt en die weer contracten heeft met bijvoorbeeld de supermarkt, die moet gecertificeerd kopen. Daar komt de vraag ook vandaan. Zij willen die garanties hebben dat ze verantwoordelijk gevangen vissen inkopen, zodat zij dat kunnen aantonen uiteindelijk aan hun consumenten. Het productschap vis rekent erop dat voor het eind van dit jaar tenminste 100 Nederlandse schepen met het certificaat varen.